Kunze among them, but it's come out to the edge of the area and it's drilled high into the net. Brilliant strike from Djihad Bizimana. In de toegevoegde tijd, daar is Mats Rits. Eik en bij KV Oostende. Lukker. Hey! Makarenko. Ja, bleef daar gewoon te lang wachten op de bal. 9 op 9 halen in die laatste twee matchen. Om eventueel nog een kans te hebben op play-off 1. Teruggeeft hem die niet. Als een compliment. Tot bij Jacob Beck. Die geen risico's neemt. Stevige. Tot zijn dag. In plaats van Bizimana. Want deze zet het dan zelf wel recht. Moet wel uitkijken met dat soort tackles. Vaak vastgezet, krijgt daar op zijn rechterflank iets te weinig hulp. Alan Souza, ah, laat zich daar weer te makkelijk van de bal zetten. Nu United Belgium. Kobayashi, Sankon. Otaka nu centraler, maar te makkelijk zich van de bal laten zetten. Mag niet zijn beste wel. Te ver van de voet, vrees ik inderdaad. Kijk, Tano. Wikkelend. En uiteindelijk. Samen zich gewoon een zabite. Is een probleem op Otaka. Was niet na van hand. Maar leuke dribbel van Amerika. Bizimana doet het hier knap. Op links is er wel wat volk. Eerst werd verondersteld te staan, maar nu als invaller moet proberen te bewijzen dat hij daar thuis hoort. Bizimana. Ah, dat doet hij goed. Voorbij Siebe Schrijvers. Bij beide ploegen om er iets van te maken. In het laatste half uur ongeveer. Moeilijke bal van Sankon. Komt duiken niks mee aan. Bizimana. Dat was goed. Bizimana pikt op. En is weg bij Peintzel. De Het was frisse energie. En de voorsprong aan die tweede helft beginnen. Maar dit is nog Forte die bereikt is niet goed. Niet gedaan. Bizimana. Goed, ondertussen lijkt Waasland Beveren het min of meer onder controle te hebben. Trebel, dat is wel iets te nonchalant. Balverlies en daar is Waasland Beveren met het schot vanuit de scherpe hoek. Daarnet Kobayashi dicht bij de 1-1. Wat kan waar? Komt die bal of kan die bal nog voorkomen? Bizimana met de voorzet. Nee. Bal. Zima. En daar is Koita. Koita. Nuno raakt niet voorbij Kobayashi. Het idee was goed, uitvoering minder. Nou, dit was slecht ingespeeld deze keer, Lavallée. Kan hem niet op veel foutjes betrappen, maar dit was geen goede paas. Bizimana. Fouron. Moeilijk. Een paar linies. Doorbroken, daar was de kant. Oeh, dat is aan de korte kant. Benny Badibanga. En die geeft hem mee. En het schot. Bizimana.